een smoothie van Victoria Boutin van een groene smoothie. Die, zij zegt, elke groene smoothie bestaat uit 40% leaves, dus groen, en 60% fruit. Ja. En de combinatie nu met boerenkool en algen, mango, kopen zeggen. Want vertel de green smoothies, dat, ja, ik word ermee doodgeslagen door mensen die voorop lopen. En 's morgens allemaal doodgeslagen, niet waar. Maar er zijn steeds meer mensen die als ontbijt green smoothies nemen. Dat klopt. En het grappige van de green smoothies is dat het ook weer alle smaken. Dus in de greens zit er bitter, de wrange smaak ook wat, de samentrekkende smaak. En in het fruit zit er ja, de andere smaak. En dat is een combinatie die, waar je heel lang op kunt nemen. En klopt het dat je dat een anti-aging smoothie noemt? Dat het je jongt? Is dat flauwkul? Wat is dat marketing? Nee, dat is geen marketing. Het is echt zo. Er zitten supergoeds in die ervoor zorgen dat het verouderingsproces het regenerierend effect wordt. Ja, maar ga ik er dan beter vanuit zien of word ik. Ja. Ja, zie je? Ja, zo is het. Oh, dan ga ik er op mee. Dat is dan echt een aanbeveling. Super. Chef Arendt, de hapjes worden uitgelopen en ik denk dat het een mooi moment is als u dan geniet van een hapje en dat we dan langzamerhand ook onze bijzondere gast uitnodigen om deze ochtend met zoveel indrukken en zoveel informatie af te sluiten terwijl ik geniet van dat anti-aging smoothie. Een applaus voor Chef Arendt, alsjeblieft. Dank je wel.